Ja, boze boeren die voerden gistermiddag en avond actie in Flevoland. En ook vandaag zijn acties aangekondigd tegen de stikstofplannen van het kabinet. LTO, de grootste belangenbehartiger van de agrarische sector, is niet bij de acties betrokken. We praten erover met voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom doet LTO niet mee? Nou, wij voeren ook actie. Dat hebben we vorige week hebben we dat in Stroel ook gedaan. En er zijn nou allerlei acties die zijn ook wel is men mee bezig op lokaal niveau. Maar wat we belangrijk vinden is dat als je acties doet, dat het ook echt bijdraagt het oplossen, laat me zeggen, van het probleem. En dat is het probleem zit vooral in Den Haag, wat mij betreft. En dat is het kabinet op dit moment. Dus als je dingen doet, moet je zorgen dat er richting het kabinet dat mensen zeggen, dit willen we zo niet. En dan helpt het als mensen achter je gaan staan. Dus nou, dat is altijd wel even opletten. Ja, eigenlijk zegt u, dit is niet de juiste manier. Dialoog zoeken, zegt u. Dialoog zoeken, inderdaad. Maar wat ik hier wel, en dat is vooral wat ik ervaar en zie. Ik zit in diverse appgroepen. Ik ken heel veel van de ondernemers die op dit moment actie voeren. En wat ik zie is vooral wanhoop. En toch ook wel echt radeloosheid. Mensen die in een gebied zitten waarvan ze denken, ja, de opgave hier is zo immens, ik heb geen toekomst meer. En op het moment dat je de wanhoop nabij bent, je bent radeloos, dan maakt het je ook niet meer uit. En dan denk je, het zal maar wat zijn. Al krijg ik maar een boete en doe ik dingen die niet goed zijn, ik heb geen toekomst en ik maak me hier zoveel zorgen over. En dan doe je ook wel eens dingen die niet verstandig zijn en dat niet helpt bij het oplossen van het probleem. Want uiteindelijk zul je toch een keer weer op tafel moeten. Maar hoe kijkt u dan naar de acties van gisteren? Dat ze ook weer opnieuw naar het huis van de minister gaan? Ik ben zelf in de lokale politiek gezeten. Ik heb in waterschappen gezeten. Ik heb in diverse besturen gezeten. Het is mij ook overkomen dat actiegroeperingen, en dan waren het geen boeren, maar vanuit een hele andere hoek, dat die mijn privéadres opzochten. En dat is niet prettig, kan ik je zeggen. En daar heeft het gezin echt onder te lijden. En die kiezen daar niet voor. Dus is voor mij ook altijd een heel hard statement. Je komt niet op de privéadressen van mensen thuis. Ja. Nou, waren het gisteren ook opnieuw. De A6 bij Emmeloord werd opnieuw geblokkeerd. Hè? Stroobalen die dan in brand staan langs de kant van de weg. Roept u de boeren ook dan op om die blokkades, om dat niet meer te doen? Ja, ik heb dat ook diverse keren gezegd. Van zorg, actievoeren is niks mis mee. Ik hoorde Caroline van der Plas dat net ook nog zeggen bij Sven op 1. Die zei dat ook, actievoeren is niks mis mee. Maar zorg er wel voor dat je punt maakt, maar dat je niet de mensen tegen je krijgt. Of dat je situaties die gaan ontstaan die veilig, onveilig zijn. Daar moet je echt voor uitkijken. He, dus je punt maken, statement maken, wat vorige week ook is toegebeurd, of op andere manieren, dat is prima. Ja. Maar uiteindelijk zul je toch ook altijd weer, want dat is in die end wel aan de hand, dat je ook weer de dialoog op moet blijven zoeken. En dus je moet ook zorgen dat die openheid daar blijft. Ja. En wat doet u als LTO zelf? Nou, als LTO zelf hebben we de afgelopen tijd met name ons gericht, omdat we merken dat er in Den Haag dat er heel slecht geluisterd wordt. Ik ben voor een poosje geleden nog een dag met Christian van der Wal op pad geweest, de minister. En dan hoor ik haar continu maar zeggen van, ik heb een opdracht en die heb ik uit te voeren. Ik zeg dan ook altijd bij hem, u mag ook gewoon zelf standaard blijven nadenken als het gaat over oplossingen. Dus ik verwacht vanaf die kant niet veel meer. En dat is ook dat wij onze pijlen gericht hebben op de provincies. En die vinden we op dit moment aan onze kant. Dus we hebben ons vooral gericht op de provincies. We richten ons nu ook op de gemeentes. Om hun vooral zich te laten uitspreken en te zeggen van, ja, het beleid wat uit Den Haag over ons uitgestort wordt, dat kan gewoon niet. En dat gaan we ook niet uitvoeren, gaan we gewoon niet aan meewerken. En dat is ook wat wij op dit moment doen. We werken hier ook niet aan mee. We praten hierover op dit moment niet met het ministerie, want het heeft geen zin als zij deze opstelling kiest. Dus het is ook niet zozeer dat wij het overleg staken. Dat is veel meer dat zij dat zelf doet met de opstelling die zij op dit moment kiest. En dat maakt dat we zeggen, dan moet het maar van onderaf aankomen. Dus gemeentes, provincies, gewoon de totale maatschappij, sta op tegen dit beleid. Dit kan niet waar zijn. We lezen ook dat LTO Noord kinderen van boerengezinnen wil verrassen. Verschillende kinderen zouden vorige week een schoolreisje gemist hebben. Hoe zit dat? Ja, nee, dat vonden we uitermate jammer toen we dat hoorden. Ik hoorde Dolfinarium natuurlijk, Julianatoren, dat zijn attracties die dicht bij Stroel liggen. Die kinderen die daar met schoolreisje heen zouden gaan, die daar hinder van ondervonden hebben of daar niet geweest zijn,
Ja, dat is wat je niet wil. Kind heeft zich er hartstikke op verheugd. Dus we zeggen ook van ja, hoe kunnen we nou zorgen dat we op de een of andere manier die pijn een beetje kunnen verzachten. En dat ze in ieder geval een leuk moment kunnen bezorgen. Dus daar zijn we mee in gesprek met de mensen. Voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord, hartelijk dank.